Het is de grote verrassing bij de onthulling van de Nintendo Switch Super Mario Odyssey. De game zag er super vet uit. Het is ook wel eens Mario in een GTA-wereld genoemd. Ja. En dat maakt het een beetje teleurstellend dat we er zo'n tijd niks over hebben gehoord. Maar gelukkig is hij nu terug bij de E3. En hoe? Want jij hebt de game niet alleen mogen zien, maar je hebt hem zelfs mogen spelen. Een half uur! Ja. Hoe was dat? Het was echt mega vet. Ik bedoel, Mario Galaxy was zo'n fijne game, Sunshine was zo'n fijne game. Die mechanics, als je Mario games speelt, mensen die games gespeeld hebben en ze tof vonden, die weten waar ik het over heb. Die mechanics zijn helemaal terug. Plus een hele grote toevoeging, en dat is natuurlijk de pet van Mario, die je op heel veel verschillende manieren gaat gebruiken. Ja, waardoor het eigenlijk weer een hele andere ervaring wordt. Ja, want hoe zit dat? Want in vorige Mario games kon je bijvoorbeeld transformeren in een wasbeer bijvoorbeeld. En dan had je wat andere krachten. Ja. Maar dat gaat dit keer een stuk dieper. Ja, je kan in heel veel dingen transformeren. Als jij zo'n raket hebt, hoe heet zo'n ding ook weer? Nou ja, zo'n raket. Als je daar je pet tegen aangooit, dan transformeer je in zo'n raket en kun je zelf ermee vliegen. Je kan verschillende mensen ook overnemen. Dat je dan bijvoorbeeld een scootertje kan bedienen, dat soort dingen. Die pet is voor heel veel dingen nuttig. Ook heb je hem nodig om gebieden die je niet kunt bereiken, je pet daar naartoe te gooien. En dan via een soort puzzelsysteem val je dan door een gat door de vloer, waardoor je dan weer verder komt. Die pet wordt gewoon voor heel veel dingen gebruikt. En dat is echt heel erg leuk. Want het is helemaal niet heel makkelijk om met die pet te richten in een 360 graden wereld. Nee. Dus het is ook nog best wel uitdagend als je soms in een bewegend liftje zit en je moet er net op het goede moment die pet ergens tegenaan gooien. En dat maakt de gameplay wel echt dieper. En een van de meest gehoorde kritiekpunten op de vorige Mario games was dat die man eigenlijk altijd in hetzelfde koffie liep. Mensen zijn een beetje vies. Maar ook dat wordt dit keer aangepakt. Ja, altijd hetzelfde. Ja. Ja. Een oude loodgieterspak, de smoezelige, groezelige, de mottenballen zitten erin. Ja. En we gaan een beetje zelden op twee punten. We gaan zelden omdat je subquests hebt. Dat zijn ook gewoon fetchquests en zo. Dus dat is best wel leuk. Vooral in de hubwereld is dat leuk. Maar de tweede ding is, je krijgt winkeltjes. Mario kan gaan shoppen. En hoe werkt dat? Waar kan hij bijvoorbeeld voor gaan shoppen? Nou ja, voor nieuwe kleding. Ik had bijvoorbeeld al heel snel een driedelig pak aan. Weet je, gewoon even een beetje goed voor de dag komen, hè? Vind je niet? Nee. Ben je snor. Voor Princess Peach bijvoorbeeld. Princess Peach. En je kan extra hartjes kopen. En de currency in de game is sowieso veel belangrijker. Muntjes waren nooit zo heel belangrijk, behalve voor levens. Nu koop je ze echt, moet je echt dingen kopen die het spel makkelijker maken. De currency is in twee vormen, zeg maar de echte gele muntjes voor de hele wereld. En je hebt ook per hubwereld of per spelwereld heb je ook aparte muntjes, een aparte currency, waarvan je dingen kan kopen die alleen in die wereld gelden. Wat ook weer Nintendo heel creatief moet maken, want dus in elke spelwereld zitten ook echt dingen die echt daarvoor nodig zijn. Dat is echt heel erg tof gedaan. En het is ook best wel nodig dit keer om een beetje goed voor de dag te komen, want je hebt ook echt een reden om indruk te moeten maken op Princess Peach volgens mij. Dat is een mooie intro. Ja, Princess Peach is getrouwd met Bowser. En de hele wereld die vindt dat op de normaalzaak van de wereld. Sinds Peach en Bowser hier zijn, is dus opeens onze woestijnwereld bevroren. En Mario denkt, ja maar wacht, is Peach nou getrouwd met Bowser? Waarom doet ze dat? Ja, Bowser en Peach denkt, ja, je Bowser is gewoon een lieve vent, grote gast, waarschijnlijk goed in bed. Waarschijnlijk, weet niet. Waarschijnlijk wel. En ik vind het wel prima. Dus daar zit het verhaal ergens in. En je moet zeg maar, dat gaan uitzoeken. En die muntjes, ja, als je dood gaat verlies je ook muntjes. Dus het is wel belangrijker geworden, ja. En dat avontuur neemt je mee door 5 verschillende werelden, als ik me goed herinner, die vrij open zijn. Ik weet niet hoeveel werelden er zijn, weet je meer dan ik? Nou ja, oké, ik gok, het waren er altijd 5, toch in Mario Games? Nee, Galaxy had ook onnoemelijk veel planeten ongeveer. En dat avontuur neemt je dan mee door allerlei verschillende werelden, die volgens mij best wel heel erg open zijn. Ja, toch? Ze zijn veel groter dan we gewend zijn van Mario. Je kan ook meerdere. Ja, je moest altijd 1 ster pakken in Mario Galaxy en dan ging je weer weg en dan moest je weer opnieuw het level starten van een andere ster. Nu kun je verschillende manen ook het zijn nu manen, kun je per wereld pakken. Dus het is veel groter opgezet. Er zijn meerdere checkpoints, meerdere vlaggetjes. Ja, het is gewoon allemaal wat groter en wat uitgestrekter. En ja, dat vinden volgens mij de fans wel heel erg tof, want het geeft ook heel veel meer ruimte voor subquests en voor dingen die je kan verzamelen. En I don't know, maar je bent continu bezig en het is echt, het voelt zo heerlijk. Het voelt echt heel goed. En dat maakt denk ik misschien nog wel het meest positieve. Oh, dit is nog één gameplay dingetje. Op een gegeven moment moet je gewoon een 2D Mario weer worden op bepaalde delen in de wereld. En dan speel je gewoon echt de 2D platformen in het oude Mario pak. En het is zo vet. Dat komt er dan ook weer tussen. Als je dan bijvoorbeeld bij een muur omhoog wordt, dan plak je in de muur, net als Paper Mario. Dan krijg je een beetje platformdingen zoals vroeger. En als je dan boven bent, dan spring je er weer uit. Dat soort dingen, weet je. Dat is wat Mario maakt. En nu mag je je mooie zin vertellen. Dat we dat allemaal al 27 oktober kunnen gaan beleven. Een stuk eerder dan vriend en vijand had verwacht. Ja, heel veel zin in deze game. Nintendo is echt terug. Dit is een beetje een tussen E3 qua veel releases, maar Nintendo laat zien nu ook met de Raving Rabbits en Ubisoft game. Nintendo is echt terug van weg geweest en ik ben er ontzettend blij mee. En ik denk dat iedereen die Odyssey gaat spelen het een heerlijk ouderwetse Mario vindt met een nieuw sausje.